Hoi allemaal en welkom bij mijn nieuwe video. Een tijd geleden heb ik met jullie een aantal adventkalenders besproken. En dat waren meer een soort van de wat meer bekendere adventkalenders, denk ik. En ik heb mijn mening daarover gedeeld. Die video is heel goed ontvangen. Dus ik dacht, zullen we het ook eens hebben over K-beauty adventkalenders? Want er zijn er een paar en inmiddels ook echt een paar die in Nederland verkrijgbaar zijn. Dus ik dacht, laten we ze gewoon even samen bespreken. Even kijken, wat zit erin? Is het de moeite waard? Dus dit wordt het onderwerp van vandaag. En laten we snel beginnen. Als eerst wil ik er wel bij zeggen, er zijn ook echt goede K-beauty adventkalenders die bij Koreaanse webshops te koop zijn. Daar gaan we het straks over hebben. Maar ik wil heel even beginnen met datgene wat eigenlijk een beetje de aanleiding was voor deze video. Ik zag namelijk op social media heel veel voorbij komen de adventkalenders van Korean Skincare. En ik wist het niet, maar dat is blijkbaar een Korean webshop. Of in ieder geval een Korean Skincare webshop. En dus, volgens mij komt het gewoon uit Nederland. Ik moet zeggen, ik ben altijd een beetje twijfelachtig met dat soort dingen. Ik weet, er zijn meerdere Korean Skincare webshops. Althans, K-beauty webshops in Nederland. Maar ik vind hun prijzen altijd niet voordeliger dan dat ik rechtstreeks vanuit Korea zou bestellen. Dus ik bestel eigenlijk nooit. En ik weet inderdaad dat dezelfde beauty shop en zo, die verkoopt ook heel veel skincare. Maar als ik letterlijk daar de prijs vergelijk met bijvoorbeeld die van Stelvenna, dan heb ik gewoon veel meer waarde bij Stelvenna voor dezelfde prijs. Maar goed, dat even terzijde. Ik ga jullie laten zien wat er allemaal in zo'n adventkalender zit. En ik moet zeggen, een aantal producten ken ik niet. Ik heb alleen maar die van Korean Skincare echt goed bekeken, zeg maar qua inhoud. Een aantal producten ken ik, een aantal producten ken ik niet. Maar ik wil jullie in ieder geval meer vertellen over wat ik ken, wat ik niet ken. En ik ben er doorheen gegaan en de prijzen daarvan opgehoogd op bij mijn favoriete webshop dan. Dat is dus Stelvenna, dus datgene wat echt vanuit Korea komt. Ik heb de prijzen bij elkaar opgeteld en meestal kan je bij Stelvenna ook ongeveer 20% korting krijgen. Dus ik ga jullie ook vertellen of het nou voordelig is om bijvoorbeeld alles in één keer te kopen vanuit Korea. Of dat zo'n kalender eigenlijk best wel prima is qua prijs. Maar goed, ik ga het hier naast delen. Korean Skincare. Nogmaals, ik ken deze webshop niet. Mochten jullie die wel kennen, laat het me hieronder weten. Deze kalender ziet er echt prachtig uit. Het zijn volgens mij geen laadjes. Het zijn echt van die, zeg maar, kartonnen dingetjes. Oh ja, zo te zien. Op dit moment, wanneer ik hem film, kan je hem pre-orderen. En hij kost dus bijna €190. Dat is best wel een prijs. Maar goed, het gaat om de inhoud. Dus laten we snel kijken wat er allemaal in zit. Er zitten dus 25 full-size producten. Volgens mij heb ik daartussen wel één product. Ik geloof dat het bij deze was. Inderdaad, waarvan ik dacht, nou, dus echt geen full size. Maar zo goed als full size. En ze zeggen, het is dus de waarde van meer dan €500. Dus dat zeggen ze althans. De Bean Essence van Mixoon. Moet ik zeggen, ken ik niet. Maar het zal wel, weet je wel, dat is echt een beetje van alles met K-beauty. Alles zal wel gewoon heel erg rustgevend voor je huid zijn. Heel hydraterend. Dus dat zie ik met dit Essence ook gebeuren. En Mixoon is wat dat betreft een best wel bekend, prestigieus K-beauty merk. De eyeliner van Black Rouge, die Drop Eye Stick Glitch, dat is echt iets speciaal Korean. Dat zijn van de dingen die je in de binnenste ooghoek zo kan tekenen, zodat je een soort van sparkly eyes krijgt. En nou, weet je, het is helemaal prima. Dan een Glow Melting Lip Balm van Kane. Ik ken het merk Kane niet, maar goed, ik ben ook, moet ik zeggen, veel minder in K-beauty make-up dan skincare, maar het ziet er prima uit. Het oogschaduwpaletje van Anlicia ken ik ook totaal niet. De kleurtjes zagen er wel heel mooi uit. Weet je, ook van die sparkly Glitterpedia. Ziet er heel leuk uit, maar nogmaals, geen ervaring mee. Dan hebben we een hair serum van Kundal. Ik ken het niet. Macadamia Ultra Hair Serum. Ik ben sowieso niet heel erg fan van tot nu toe van Korean skin of hair care. Ik heb wel wat geprobeerd en misschien had ik er gewoon pech mee dat het net niet, zeg maar, voor mijn haar werkte. Misschien heb ik gewoon een hele andere type haar, dat zal het ook wel zijn. Maar ik weet dat er een aantal van die hele populaire producten zijn, althans die op social media heel groot worden gemaakt. Echt K-beauty hair care producten, maar ik ken het niet. Dus dit ken ik ook niet. Maar goed, aan de andere kant, haar serum is altijd wel prima. Dan hebben we van, heet dat ook echt Ongredients? Ik ken het merk niet, maar het is een Perfect Melting Cleansing Balm. Een cleansing balm is sowieso altijd goed. Dus echt top dat ze erin stoppen. 100 ml is ook echt een hele goede hoeveelheid. Dus dat is echt heel goed. Van Nambozin, de Number One Clear Filter Sun Essence. Nambozin, heel fijn merk. Alhoewel, ja, ze hebben, ik weet, volgens mij is het van een Nambozin dat het, want ik heb zo'n glass skin
sunscreen ook laatst gekocht en die gebruik ik nu. Maar die geeft zo'n enorme white cast. Echt niet normaal en totaal geen glow skin effect. Maar goed, dus het is nogmaals, het is een beetje trial and error. Maar dat, ja, dat is vaak met skincare. Maar dit zegt ook echt clear filter. Dus dat zal ook echt geen white cast geven. Maar dan was een, is een goed merk. Dan hebben we de Bakuchiol Eye Serum van Skin & Lab. Ik ken Skin & Lab niet. Het ziet er zijn best wel producten. In ieder geval best wel merken die ik nog nooit heb geprobeerd. Alsnog. Volgende van Access White. Dat is wel een heel fijn merk. De Artichoke Intensive Skin Barrier Ampoule. Ampoule, nogmaals, bij, eigenlijk in feite hetzelfde als serum. Dus niet zo heel veel spannends aan. Maar ja, het schijnt dat de ingrediënten die erin zitten wat geconcentreerder kunnen zijn. Wat Artichoke exact doet, geen idee. Maar het zal wel weer heel fijn zijn voor de huid. Maar ik ken het niet. Maar Access White is fijn. Needly Sensory Hand Cream. Oh ja, de handcreme. Prima, basic. Deze was geloof ik uiteindelijk ook niet zo duur. Maar weet je, waarom ook niet? Waarom geen handcreme? De toner van Anua. De Hardleaf 77% Soothing Toner. 200 ml. Ik heb nu zo'n kleintje. Heb ik bijna helemaal opgemaakt van deze toner. Die is heel fijn. Die is echt heel waterig. Die trekt echt, zeker als we wat droger huid hebben. En zeker in de winter, super snel in. Je zou er eventueel meerdere lagen van kunnen aanbrengen. Maar echt, die huid genieten van. En ik denk oprecht dat deze toner oprecht voor elke huidtype geschikt zou zijn. Omdat hij niet je huid te vettig maakt of wat dan ook. Die zorgt er echt puur voor dat soothing effect. Dus echt voor het verzachten van je huid. Echt zo lekker. De Essence Toner van Pumpernickel. Deze heb ik ooit ook gehad. En die was ook fijn. Ook weer heel basic. Gewoon eigenlijk een hele fijne hydraterende basic toner. Maar ook die je gewoon lekker met je handjes kan aanbrengen. En gewoon genieten dat je huid het helemaal gaat opdrinken. Dus de Haru Haru, hun Black Rice Triple HA Gentle Cleansing Gel. Ik weet dat van dit merk, heel fijn merk, en hun Black Rice, dat schijnt echt, dat staat echt gewoon centraal bij hun. Ze hebben echt heel veel product met Black Rice. En het schijnt dus dat Black Rice ook vele malen hydraterender is dan bijvoorbeeld zelfs de hyaluronzuur. Maar het schijnt dus dat een cleanser hiervan, maar dan de Creamy Cleanser meer, echt super populair is in Korea. Maar ze hebben dus de voor AHA cleansing, gentle cleansing gel gekozen. En dus deze is wat meer exfoliërend. Ik weet niet of ik daar helemaal fan van ben. Dus ik weet ook niet of ik het aan zou durven om het bijvoorbeeld elke dag te gebruiken. Maar waarschijnlijk is dat wel ervoor bedoeld. Omdat nogmaals in Korea alles wat milder is en wat verdraaglijker voor de huid. Maar ja, op zich wel fijn. Ik bedoel, waarom ook niet? Wel een, zeg maar, ik zou dan liever die andere hier zien. Maar goed, maakt niet uit. Van Ionique, de Beta Glucan Daily Moisturizer Cream. Ionique, vind ik, ja, ik weet niet, ik heb er niet zo heel veel meer met dat merk. Ze hebben hele standaard basic uitstraling, maar, en normaal hou ik ervan bij skincare producten, maar het merk trekt me niet zo, maar ik ken het wel. Het schijnt inderdaad heel goed te zijn en Beta Glucan Daily Moisturizer Cream klinkt als een hele verzorgende, nogmaals hydraterende dagcreme, nachtcreme, whatever. Dan hebben we een duo van Sun By Me. En Sun By Me staat er volgens mij met name bekend om hun ook weer hele exfoliërende producten. Maar dit is hun Beta Pantenol Repair Cream. Dus altijd goed om een goede pantenol houdend, ach heerlijk, crème te hebben. Zeker voor de winter ideaal. En dan een Mini Retinol Intensive Reactivating Serum. En weet dat retinol, gebruik van retinol in Korea, dat zie je bijna, ja, dat zie je gewoon heel weinig. Want echt heel actief ingrediënt en die zijn er redelijk schaars. Volgens mij is de reden daarvoor dat dat soort van huidverbeterende producten of ingrediënten worden vaak gezien daar als medicinaal. En dan moet het wel weer soort strenger worden getest. En als ik me niet vergis, dacht ik daar ooit over hebben gehoord, dan moet het namelijk wel getest worden op dieren. En anders wordt het niet getest op dieren. Zoiets was het. Maar in ieder geval, je ziet het niet veel. Dan hebben we de Moist Ampoule Blusher van House of Her. Ken ik niet. Maar nogmaals, dat is make-up. Maar wel leuk dat het erin zit. Skin 104 Madagascar Centella Ampoule. Zo lekker. Heb ik deze? Ik heb niet deze. Ik heb de wat meer zeg maar hydraterende variant in het donkere flesje. Maar degene die ik heb, zeg maar, dus de in een donker flesje, die is zo fijn. Echt oprecht zo fijn hydrateren. En deze schijnt inderdaad ook heel erg op te lijken. Alleen deze is wat meer geschikt ook voor wat vettere huid. En eigenlijk nogmaals voor elk huidtype, terwijl die andere wat dikker is. Dus deze zal ook wel wat meer waterig zijn. Maar wel heel erg fijn. Nogmaals hydraterend. Vitaglazed Lip Mask van Tocobo. Tocobo ken ik. Met name hun sunscreen. Super populair, maar
hun lipmask. Deze heeft wel heel lang op mijn wenslijstje gestaan. Want ik was gewoon benieuwd naar. Ik ben zo heel benieuwd naar het merk. Maar wel heel erg leuk dat hij erbij zit. De All Day Vitamin Brightening and Balanced Facial Serum. Ik vermoed dat hij iets van een vitamine C in zit. Of iets wat erop lijkt. Van Jumiso. Merk ken ik, product ken ik niet. Ik heb volgens mij ook vrij weinig van het merk geprobeerd. Dus ik kan er verder niks over zeggen. De Purito Wonder Relief Centella Serum Unscented. Ik heb deze ooit gehad toen die nog in de oude verpakking zat. Want ze hebben volgens mij een hele rebrand gedaan. Na de SPF schandaal die ze jaren geleden hebben meegemaakt. Maar toen heb ik deze gehad en ik snapte het niet. Want het was een hele hype. Dat is echt weer zo'n herstel- en hydraterend serum. Maar ik snapte het niet. Want voor mij deed het letterlijk niks. Maar het is nog steeds een heel populair serum. Schijnt. In Korea ook. Dus het zal wel weer ergens goed voor zijn. Maar de Red Bean Water Gel. Wat is dit? Van Beauty of Joseon. Wel apart trouwens dat ze deze erin stoppen. Want omdat Beauty of Joseon met name bekend staat om hun sunscreen en zo. Maar echt hun gelcreme, echt hun crème heb ik nog nooit geprobeerd. Red Bean klinkt wel weer heel erg interessant. Dus het zal weer goed in. En 100 ml is gewoon echt een hele fijne verpakking. Iets met nagels. Geen idee, interesseert me ook niet. Lipolie. Vast wel heel fijn, maar nogmaals, er zijn zoveel in Korea. Dit is de Ceramide Mist. Special Ceramide Mist van R&B. Ken ik niet. En dan hebben we van Isntree de Sunstick. Hyaluronic Acid Airy Sunstick. Volgens mij heb ik deze ooit een keertje ergens als proefje of iets dergelijks meegekregen. Of weet ik veel wat. Ergens meegekregen inderdaad. Volgens mij heb ik hem al liggen. Dat ligt bij mij al een paar jaar. Kijk, zo'n stick is hartstikke handig, maar het vervangt niet die hele soort van applicatie van SPF. Het is wel handig voor het reapply en zo. Maar ja, ik gebruik het gewoon niet. Maar sommige mensen veren erbij, dus waarom ook niet. Dus, het is echt een, wat dat betreft, er zit echt veel in. Op een gegeven moment toen ik het allemaal bij elkaar ging optellen, ik dacht, wow, daar komt echt geen einde aan. Maar ik kon dus sommige producten dus niet op Stylevenna vinden en ook niet op YesStyle en dat soort Koreaanse webshops. Dus ik heb datgene met name bij elkaar opgeteld wat ik kon vinden. En nou ja, weet je, iets erbovenop gegooid. Omdat zo'n product denk ik van zoals die nagels, weet je wat zout kost, bijna niks. En ik kwam uit, dus ik kwam niet op 500 euro, begrijp me niet verkeerd. Maar op ongeveer 280 euro. Dus stel even grof gezegd 300 euro, maar dat is echt heel grof gezegd. Zonder enkele korting, zonder niks. Stel je past er minimaal 20% korting op, want nogmaals op Stylevenna, daar krijg je heel vaak korting. Ongeveer 20-22%, dat is volgens mij ongeveer het hoogste. Dan betaal je daarvoor iets van 218 euro. En nogmaals, dat is nog exclusief een paar producten die ik niet kon vinden. Maar dat is, de meeste skincare heb ik wel kunnen vinden, dus dat is het voor. Dus dan moet ik zeggen, zo'n 190 euro is helemaal niet verkeerd. En dat verbaast me ergens wel, want ik had echt niet verwacht. Kijk, sowieso dat 500 euro waard is, dat vind ik echt compleet overdreven. En ja, dat zijn de prijzen nogmaals die je misschien daarvoor zou betalen als je bij alles bij elkaar zou optellen volgens de Nederlandse webshop. Maar alsnog, stel je wilt dat heel veel van deze producten uitproberen, dan is het niet eens zo'n hele gekke prijs. En wat ik ook vond, stel je wilt je wat meer verdiepen in Korean skincare, zeg maar, in K-beauty skincare. En je hebt er nog niet zo heel veel van geprobeerd en zo. En je wilt ook inderdaad heel veel van die hydraterende producten. Die je huid zullen ondersteunen, die je huid zullen helpen. En je hebt niet per se behoefte aan hele, hele actieve ingrediënten. Dan is dit echt een goede om mee te beginnen. Want dan heb je echt superveel. We hebben echt een jaarvoorraad, denk ik, aan serums en dergelijke. Maar er zit ook echt van alles tussen. Dus ik vind het oprecht niet eens zo heel verkeerd. Dus dat verbaast me wel. Maar goed, ik ga het niet kopen. Want voor mij is het persoonlijk niet de moeite waard. Maar gewoon puur objectief daarnaar kijken. Helemaal niet verkeerd. Nou heb ik nog een adventskalender gevonden van een K-beauty webshop, Little Wonderland. En dat is ook weer een Nederlandse K-beauty webshop. Het grappige is, wisten jullie trouwens dat ze ook gewoon fysieke winkels hebben? Ik weet dat er in Utrecht wel een fysieke winkel van hun zit. En volgens mij nog wel ergens, maar dat weet ik niet zeker. Maar mocht je dus echt K-beauty producten willen uitproberen en zo, dat is misschien wel leuk om gewoon daar naartoe te gaan. Alleen om zeg maar de structuren te kunnen voelen en dat soort dingen. Dus dat is best wel leuk. Maar goed, zij hebben dus ook een adventkalender. En deze is dan ja, bijna 200 euro. Dus toch wel een stukje duurder.
Ik heb de inhoud er niet van gezien. Er zijn ook geen plaatjes trouwens, want dit is letterlijk alles wat ze daarvan hebben. Dus ziet eruit als een kalender met laadjes, dus dat is op zich wel leuk. En ik dacht, laten we eens even kijken wat er nou precies allemaal in zit. Want er staat wel een beschrijving, maar goed. Ik zal de producten benoemen die ik wel herken. Bij Wishtrend, het merk ken ik wel. Oh, zo te zien zijn dit wel minis? Oké, dat is wel jammer. Maar er zitten wel 3 minis in. De crème zit erin. De Mandelic E zit 5% prep water. Ik weet hoe een Mandelic E zit. Volgens mij hebben ze ook een serum daarvan. Dat schijnt zo fijn te zijn. Bij Wishtrend, volgens mij is bij Wishtrend echt meer zo'n webshop. Dus we hebben trouwens ook een hele leuke YouTube kanaal. Althans, vroeger posten ze best wel hele leuke video's. Tegenwoordig wat minder. Maar in ieder geval wel jammer dat hier best wel kleine producten in zitten. Dan bij Wishtrend weer de Night Cream. Vitamin Amazing Bakuchiol Night Cream. Oftewel een night cream met vitamine C, 30 ml voor een nachtcreme. Klinkt als een redelijk full size, maar het is wel weer bij Wishtrend. Maar Wishtrend is niet per se een merk wat ook heel erg duur is. Ik vind althans, en zeker met een beetje korting van producten, ontzettend meevallen qua prijs. Dus maar op zich wel grappig dat ze het erin hebben gedaan. De Alicia, dat is volgens mij dezelfde eye stick die we ook al in de vorige kalender hebben gezien. De Kondil Bo, die ken ik niet. Ionic Rose Galactomyces Synergy Serum Miniature. Jongens, het is een kalender van 200 euro. Hoezo miniature? Maar oké. Ik zeg niks. Frudia is ook weer een heel goedkoop merk eigenlijk. De handcream. Dat is ook echt, volgens mij is die handcreme ook echt oprecht iets van 5 euro nog niet eens. Maar oké. I'm From Rice Toner. 30 ml is een kleintje, maar wel een heel fijn product. En I'm From Honey Mask. Kleintje, ik weet het niet. Dat is een masker, is dan wel weer anders. Claire's Rich Moisture Soothing Serum. 80 ml. Dat is het wel. Dat lijkt me wel een full size. Maar Claire's was vroeger heel populair. Maar ik heb het idee dat de populariteit daarvan echt steeds meer verdwijnt. Maar op zich, weet je, prima als je daar kennis mee wil maken. En een moisturizing serum lijkt me altijd wel prima. Dan Sun By Me. De lipproducten over het algemeen moet ik zeggen zijn ook wel weer een soort van opvulproducten. En zeker als je er een paar van achter elkaar doet. Heimish Mascara. Ik weet dat ze best wel geliefd zijn. Maar ik heb ze nog nooit gebruikt. Maar ook weer, dat is een hele goedkoop mascara. Volgens mij is van 7 euro zo uit mijn hoofd. De Mixoon Bean Essence hebben we net ook al gezien. Is een fijn serum. En die is volgens mij even uit mijn hoofd iets van 18 euro of zo. Dus dat is nogal voor dit kalender wat duurder product. Anoa Hardlift Soothing Toner. Dit is een 40 ml. In die andere is dat dus 100 ml. Goed, ik ga ze nu vergelijken, maar ondertussen doe ik het wel. British M Kombucha. Ik ken het niet. Een shampoo 50 ml. Jongens, dit is een mini. Oh, wat slecht. Ik vind dit nu al een slechte kalender. Sorry. Claire's Fresh Juice Vitamin E Mask. Die is wel fijn, maar 15 ml. Oh my god. De Probiotic Intensive Ampul. Volgens mij is dat diegene die ik heb. Maar 50 ml. Heb ik hem met 50 ml? Waarschijnlijk wel. Dat zal wel weer goed zijn. Die is wel echt heel fijn oprecht. Dan heb ik liever nog deze dan die andere. Maar goed, dat maakt niet uit. De Tea Essence Mini. De Roundlab Birch Juice Moisturizing Serum. De Roundlab. Het schijnt dus dat hun producten heel erg bizar populair in Korea zijn. En zeker hun moisturizer. Die staat nog ontzettend op mooie list. Maar dit is dus wel echt een hele goede. En 50 ml. Klinkt als gewoon een full-size product. Ionic Propolis Vitamin Eye Cream full-size. En de Tea Tree Miniature. De eye cream. Volgens mij zit die ook ergens in mijn mandje. Bij Stelvenna, dacht ik. Want ik wil hem eigenlijk heel graag uitproberen. Zeker omdat propolis, honingextract en zo in zitten. Top. Maar dan met de mini. Oké, maakt niet uit. Mary & May Niacinamide. En nog wat Chinese serum. Ik weet het niet. Maar Mary & May is wel een heel fijn merk. Heb ik ook een paar producten van gehad en die bevielen eigenlijk heel goed. En die zijn eigenlijk ook heel mild, heel voedend. Echt top. Sun By Me Super Matcha Pore Clean Clay Mask. Prima, weet je wel, masker. Maar clay masker, niet iedereen houdt ervan. Maar op zich prima dat ze dit erbij doen. De lipmask van Tokobo zat ook in die andere kalender. Bianca Yul Balancing Gel. Wat is nou een balancing gel? Ik heb geen idee, maar het zal wel... Het is denk ik een soort serumachtig idee. Ik weet het niet. Ik weet niet of dat voor iedereen even leuk zou zijn. De Beauty of Joseon Glow Serum Propolis en Niacinamide. Die is zo fijn. Die heb ik al eerder opgemaakt. En dat is oprecht een van de fijnste serums van Beauty of Joseon. Het is trouwens Beauty of Joseon. Maar goed. Skin Balm for de Centella Ampoule. Huh? Maar wacht even. Dan hebben we ze. Ze hebben ze allebei erin gedaan.
Dat is wel wat overdreven, maar die andere is, deze is 30 ml, dus dat is dan geen full size. Maar wel apart dat ze een beetje hetzelfde product erin stoppen. Heel bijzonder, maar oké. En de Purito B5 Rebarrier Cream zit erbij. Oh, dat is het laatste vakje 25. Die lijkt me wel echt heerlijk. En die heb ik volgens mij, heb ik die gehad? Ja, die heb ik gehad inderdaad. Klopt, ja. Die was echt top. Ook weer van Skin Warmer 4, de Centella, de cream, de 50 ml. Dat is, volgens mij is het full size, ik weet het eigenlijk niet. Was dat het? Ja, er zit iets onder, maar ik kan er niet naartoe scrollen op een of andere manier. Madagascar Centella Light Cleansing Oil. Waarom hebben ze er zoveel van Skin Warmer 4? Op zich heel fijn merk. En de cleansing oil, echt dat laatste vakje, die is goud, oprecht. Maar heel veel van hetzelfde merk, dat is dan wel weer een beetje jammer ofzo. Terwijl het echt een super fijn merk is. Maar ik heb ook gezien dat het merk ook echt een soort van eigen soort van mini setjes / mini adventkalenders heeft. En denk ik van, dan zou je nog liever zeg maar dat kunnen kopen. Dat heb ik trouwens op Stijlvenne volgens mij gezien. Maar echt bizar veel minis voor deze prijs. Dan vind ik oprecht deze kalender helemaal niet de moeite waard. Sorry. En dat vind ik echt misschien heel erg... Ergens een beetje erg om te zeggen. En zeker als je van deze webshop houdt. Maar voor deze prijs zoveel minis? Nee, ik weet niet. Ik vind hem niet de moeite. Ik heb nog een K-Beauty adventkalender gevonden. En ik weet zeker dat deze niet de moeite waard zijn ergens. Maar goed, we gaan hem bekijken. Deze is van Notino. Ik had laatst bij iemand anders een niet K-Beauty adventkalender van Notino gezien. En die zat vol met minis. En ze zijn best prijzig. Maar ik zag dat ze in ieder geval, dat was de enige, zeg maar, andere K-Beauty Nederlandse adventkalender die ik kon vinden. Dus ik dacht, we gaan het even bekijken. Op zich, het ziet er niet per se heel verkeerd uit. Ik herken niet zo heel snel. Ja, ik zie iets van Cosr X. En voor de rest, de kleine blauwe potjes zijn van Pumkenjul. En ook weer dat Purito Serum. Wat kost dat? 174. Dus deze is wel de goedkoopste van de drie. Het ziet er wel leuk uit, moet ik zeggen. Leuk. Heel leuk. Wat is dit? Oh ja, weer Skin Warmer 4. En de Sun by Me. Ik vind het zo jammer dat ze er niet meer plaatjes bij doen. Maar goed. Beschrijving. Samenstelling. Welke moeten we hebben? De beschrijving, denk ik. Ja. Oké. Okay. Cosrx Advanced. Oh ja, het staat ook nog eens in het Nederlands. De Advanced, hoe noem je dat? Slakkenslijm Essence. Ik heb die helemaal opgemaakt. Ik vond helemaal niks. Er zijn mensen die helemaal weg zijn van slakkenslijm. En dat super hydraterend, super huidherstellend is. Maar dat plakkerige gevoel, ik kom er gewoon niet overheen. Deed ook vrij weinig voor mij uit. Maar het is nog steeds een populair product. Dus wel slim dat ze die erin stoppen. Dat is dus de Sun by Me, die intens hydraterende crème. Weet je wel, prima. Purito Centellans en dat serum hebben we al gehad. Jaejoon, geen idee wat dat van Jaejoon is. Etude Soonjoon intens hydraterende crème. Oh jongens, wat is die fijn. 60 ml heb ik die? Ja, maar ik heb hem nu. En ik gebruik hem heel graag. En het is weer echt zo'n typische K-beauty crème. Het voelt aan als een soort van... gel crème, maar hij is zo hydraterend en hij is heerlijk. Dus echt, die is top. Room & M Classic Butter Lip Gloss ken ik niet. Dr. Circle ken ik eigenlijk ook niet, maar het is een emulsie, een SPF emulsie. Prima, 50 ml. Is volgens mij een kleintje, maar oké. Okay. Sun by Me Retinol Intensive Anti-Rimpel 10 ml. Dat is volgens mij diegene die in die andere kalender samen met een ander iets erin zat. De Ionique Rose Galactomyces gezichtstoner. Ken ik niet, maar nogmaals, ik heb niet zo heel veel met Ionique ook. CP ken ik niet, maar dat is een shampoo, dus dat snap ik. Mizon Only One Intense Liftend Gezichtcreme. Van Mizon, ik weet even niet hoe je dat precies uitspreekt. Ik heb er wel vaker over gehoord, maar volgens mij heb ik er nog nooit van wat geprobeerd. Maar het is een goed merk. Skin Warmer 4, de Centella Light reinigende olie remover. Die schijnt nogmaals heel top te zijn. En voor de zoveelste keer het merk Skin Warmer 4 is echt, echt heel fijn. Versterkende en revitaliserende shampoo nogmaals. Het heeft niks met haar gebeuren. Dezelfde conditioner wel goed dat ze een bijpassende conditioner bij doen. Maar allebei 50 ml, dus dan ben je er doorheen. Skin Warmer 4 alweer. Beschermende serum met SPF 50. Die snap ik niet. Die zag ik inderdaad ertussen dan. Maar ik denk, serum en dan 50. Ik weet het niet. Maar ik wist niet eens dat ze van die druppelvormige SPF hadden. Maar Frudia Avocado Sheet Mask. Nogmaals, niet per se fan van Frudia. Ik heb wel eens hun lipmasker en zo gehad. En volgens mij ook hun handcreme. Maar het zijn zulke van die basic structuren. Dat is niet per se het toppunt van K-beauty verzorging.
Mary May Vegan Peptide Zonnebrandcreme en Stick. Niet per se hele grote fan van. Zeker 18 gram is wel echt heel klein. Etude Dear Darling Water Tint Lipstain. Ik zit ook te denken, sinds wanneer heette vroeger Etude House? Ik weet nog toen ik, wat is het, 11 jaar geleden naar Hongkong was. Toen zat er ook zo'n hele Etude House winkel. En het zag er ook echt uit als super schattig roze huisje en zo. Ik weet, als jullie die hele oude vlog van mij gezien hebben, dan weten jullie het misschien nog. Maar dat is echt heel lang geleden. Maar ach, mijn vroeger heette dus Etude House. Het was allemaal super cute en zo. En nou zijn ze wat meer serieuzer. Heb ik het idee en heet het Etude. Maar goed, maakt niet uit. Even kijken, regenererend verbeter Beauty of Chosen Glow Serum. Is dat, volgens mij is dat dezelfde die met propolis en niacinamide, whatever. Skin Mama voor de intense hydraterende crème. 15 ml, dat is wel echt een kleintje. Vanille & Co. Dear Hydration Toner en gezichtscreme. 13 ml en 10 ml, wauw. Ik dacht, van Vanille & Co. staat namelijk bekend om een cleanser, cleansing balm. Dus dan doen ze wel iets anders daarvan. Dat vind ik wel apart, maar oké, dat is een keuze. Dan weer dat merk van haarverzorgingsgebeuren. Heb ik niks mee. Weer Frudia. En weer dat merk. Wauw, ze hebben echt vier producten van dat Dengji Meoriki. Wow. Erin gestopt. Weet niet of ik daar heel erg fan van ben. Maar aan de andere kant, er zitten wel echt fijne producten in. En ik heb het idee dat hier ook minder minis in zitten. Maar ja, 170 euro is wel veel. Ik moet zeggen, hij valt me minder tegen dan dat ik in eerste instantie verwacht had. Zou ik er 170 euro voor betalen? Nogmaals, misschien als je net met skincare begint, dan valt het, ik weet niet. Dan zou ik nog steeds voor die eerste kiezen. Die is ook wat meer divers. Ik vind vier producten van hetzelfde merk erin stoppen. Maar goed. Maar het is namelijk ook zo dat Stalfenna, die had ook een eigen advent kalender. Maar die kon ik dus op hun website niet meer vinden. Dus je kan die ook niet reorderen of wat dan ook. Dus die zal wel echt helemaal op zijn. Weet je wat het bij dat soort kalenders is? Er zitten ook veel meer voor ons onbekende merken in. Omdat nogmaals, dit soort kalenders, de Europese kalenders, die richten zich op ons. En die anderen die zijn wat meer, die zitten echt veel meer, veel dieper, zeg maar. In de K-Beauty, ja, tuurlijk. Maar dat betekent dat er ook iets meer onbekendere producten in zitten. En iets meer producten waarvan ik denk, oké, wat moet ik er precies mee? Dus misschien kan misschien iets spannender zijn. Aan de andere kant zijn het wel hele leuke producten wat ik ervan gezien had op social media. Maar diegene die ik nog wel online kon vinden, dat is die van YesStyle. Want ook YesStyle, die ziet er echt prachtig uit. Die kost dus 148 euro. Nou weet ik alleen, en ik weet dat met YesStyle kan je ook allemaal kortingen en alles gebruiken. En ik vraag me echt oprecht af hoe ze die vervoeren. Maar goed, officieel valt die dan onder die 150 euro grens, zeg maar. Zeker met kortingen en alles. Dus zou je daar ook geen invoerrechten over moeten betalen. Maar ik dacht, laten we eens kijken wat erin zit. Alleen, wat je het vervelende hiervan is. Er zijn ook verder geen plaatjes op hun website. Maar ik heb een andere, zo'n Engelse webshop gevonden. Is dat een Engelse webshop? Nou ja, het is een adventcalendars.co.uk. En daar heb ik dus wel gevonden wat meer plaatjes van YesStyle. Oh, van Astura. Die crème zit erin. Die blauw-witte uiteraard. Dit is echt hun, dat auto nog wat. Ik weet niet. Deze staat op mijn wishlist. Want het schijnt echt super, ook een super populaire K-beauty crème te zijn. En ook geweldig voor je huidbarrière en dergelijke. Van Abib zit er wat in. Dat schijnt ook van, is dit een serum van Good Ol? Dat is echt zo'n heel populair vitamine C serum. Volgens mij is dat hem. En oh, dit serum trouwens van Anua, die rode, die heb ik. Die gebruik ik op dit moment. En er zit tranexamic acid in en hoog percentage van niacinamide. Dat schijnt top te zijn voor huidverkleuring of pigmentvlekjes en dergelijke. Ik heb er ook wel mensen over gehoord die zeggen van hij is eigenlijk gewoon te mild. Hij doet vrij weinig, maar ik vind hem voor elke dag top. En hij irriteert mijn huid niet, dat scheelt. Oh, van Claire's, de Midnight Moisturizer zit erin. Die is ook wel fijn. Kijk, dat is zo'n paletje. Lijkt een beetje op dat paletje wat in die Nederlandse, zeg maar, webshop kalender zat. Ook weer leuke van die cutie make-upjes. Oh, kijk. Hier kunnen we het beter zien. Even kijken of ik iets herken verder nog. Kijk dan hoe leuk dit eruit ziet. Oh, kijk. De Tear Tear Milky Toner. Oeh, echt heel cool. Maar dat zal wel echt een kleintje zijn. Good Ol hier. Ja, dat is inderdaad de serum en bas in. Het is leuk. Abib, Dear Claire's, Mixoon, Medicube zit er ook in. Een masker, oké, okay, maar. Show My Me, Anua. Ja, dat is die bedoel ik. Zelfs de Belief, de True Hydrating Eye Cream. Oh, dat is die Astura Apple Barrier Cream.
een Round Lab inderdaad. En 11 make-up producten zitten erin. Maar goed, daar ga ik even niet allemaal benoemen. Wauw. En het ziet eruit als wel heel veel minis. Dus ik ben... Oh nee, het zijn 24 full-size producten. Wat zit ik nou te praten? Eerst lezen. Het zijn 24 full-size. Waarom zit er zo'n klein uit op het plaatje? Ik weet het niet. Maar goed, ik ben even in de war. Snap je wat ik bedoel met... Kijk, dit zijn nog soort van schappelijke prijzen. Als in 140 euro. Maar je krijgt zoveel en zoveel populaire merken. En ook echt merken die niet alleen maar in Korea populair zijn, maar ook dus in gewoon Europa. Heb ik het nodig? Nee, ik heb het niet nodig. Oké, zie je? Waar praat ik mezelf nu in, jongens? Jullie begrijpen denk ik wel wat ik bedoel met het verschil tussen de Nederlandse webshops en de K-beauty webshops. Maar dat was denk ik misschien veel informatie. En maar aan de andere kant, mocht je al een beetje into K-beauty zijn, dan was dit misschien wel hopelijk een leuke video om te zien. Dus laat me hieronder weten wat jullie van deze kalender vonden. Of jullie ze de moeite waard vinden. Of jullie ze misschien wel of niet hebben aangeschaft. Of dat misschien nog gaan doen. Of jullie überhaupt nog adventkalenders gaan aanschaffen. Laat het me hieronder weten. Ik als het voorlopig niet. Maar goed, dat was het. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Zo ja, vergeet niet het duimpje omhoog te doen voordat je weggaat. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal mocht je het nog niet hebben gedaan. Dat kun je hieronder doen. Als je het notificatiebeltje ernaast drukt, dan word je door YouTube geïnformeerd als ik weer eens geüpload heb. Als het goed is, ben ik er volgende week zondag om 8 uur weer. En hoop dat je weer gaat kijken. Tot dan! Doei!